wat op een grootste plak van Friesland. Hield dit meer bedrijven, zorgde de gunstige lezing aan de A-som van dit Philipsdorp. En zie je een plakje op een van de industrieterreinen. Drachten groeit, en dat is mooi, want Drachten wil een duidelijker plak op de kaart van Noord-Nederland. Over een paar weken besluit de gemeente Rier over het Drachsterveert-project. Het iepenhelling van de oude Drachsterveert om het centrum op te luiken. Kosten 100 miljoen groenen. De Njonken komt er een dure villa-wiek, de Singels. Het wordt de Griene Long van Drachten. Er is een soort waardering voor de ambities van het gemeentebestuur, maar ik kritiek. Als liever bezorgdheid. De gemeente zou alleen nog eer hebben voor werken, wijen en winkelen. Voor een beleidsterrein als cultuur maar amper. Wol Drachten haar een ambitieus wiermaatje, maar er ook in theater en museum investeerd worden. Waar het mij om gaat is als daar kwalitatief hoogstaande woningen worden neergezet, dat geldt ook voor de Singels en dat geldt voor andere plekken in Drachten, dan moet je, en over het algemeen zijn het toch iets oudere mensen die dan zeg maar naar de kern toe gaan wonen, die moet je iets te kunnen bieden. Die moet je iets bieden. Die moet je niet alleen een theater op dit niveau zoals het nu is aanbieden. Dat moet meer zijn. En dat geldt zeker voor het museum, omdat het, denk ik, Drachten de potentie heeft om een belangrijke culturele stad voor Friesland te worden, of voor Noord-Nederland misschien zelfs wel. Bruintjes is net meer on speaking terms met cultuurwethouder Van Pelt. De publiekelijk uitsprutsen bezorgdheid voel verkeerd. Maar ik vanuit de politiek zelfs is er kritiek op de wethouder. Hij zou wat meer initiatief nemen kennen. Neem bijgelijks dit gebouw. In Kwarten komt het leeg. Het is een jong monument, een voorbeeld van het zogenaamde de nieuwe bouwen in Drachten. Het is bouwd voor de coöperatieve vereniging Excelsior in 1926. En in dat kader had er toen een bakkerij in zitten, mij voor de winkel. Er wil boppen een vergaderruimte wie, vergaderzaal en de wenning van een bakker. De gemeente zou een sterk maatje maken voor het behoud van dit gebouw, vindt de FNP. Toen we inderdaad in de gaten kregen dat dit gebouw leeg kwam, omdat de waterleiding eruit ging, hadden we voort zijn blinde jongens erbij wijzen. Want in Drachten weet al je hoe dat gaat. We staan nog net echt bekend als grote hoerders van de skiers en van al die oude gebouwen. En dat je knipper in Drachten, dan staat er niet in het Wenhoord gebouw voort en dan staan er weer appartementen van 55-plussers. En daar hebben we zijn nog de voordagers erbij wijzen. We zeggen jongens nog een taak, dit is zo'n mooi gebouw, dit moet bewaren blijven. Neffens Holkema zou het gebouw een culturele bestemming krijgen kennen. Van liedskalig theater en een galerie bij Gelieks. Njonken de Lewij is de verlet van in Drachten. Maar de wethouder van cultuur Van Pelt sjocht het oors. Er zijn natuurlijk een aantal particuliere zalen in de gemeente waar ook culturele voorstellingen kunnen plaatsvinden. En ik denk dat we op korte termijn nog niet zover zullen zijn dat wij een tweede lawei, hoe dat dan ook mogen heten, zullen gaan realiseren. Nee, want de lawei zit nu al mooi achterstallig onderhoud en ik het museum rent achter mooi onaanpassings. Er is een soort vraag naar culturele producten. En als Drachten op de kaart mat, dan moet er ook geïnvesteerd worden in cultuur. Dit museum is het vierde museum op het gebied van beeldende kunst in Noord-Nederland. En dat hoef je niet van de daken te schreeuwen. Het is gewoon zo en wij werken daar ook naar. En ik vind dat je dat kwalitatief ook moet blijven kunnen uitbouwen. En dan kennen jullie de huidige middelen net aan? Helaas nog niet. Maar ja, ik word dit is ook typisch een wethouder die meent nog altijd meent dat er na het melkmeisje van Vermeer geen enkele keuze te maken is. En ik wil gewoon dat we allemaal van alleen maar mensen en bedrijven lopen, we moeten die mensen ook wat bieden. Maar we moeten die mensen, als ze mensen een broek en een trui kocht en ze halen een glasje bier op, dan geven ze weer een hoesta. En wie vinden, dan moeten gewoon dat mensen zeggen, we willen in Drachten wijzen, want er is een bepaalde tentoonstelling, of er is een bepaalde film, of er is een bepaald cabaret. Daar willen we graag een jontje heen. En dan krijg je gewoon dat die mensen ook langer blijven. Op het gemeentehuis denken ze wat oors. Investeren in werkgelegenheid, wijen en winkelen gaat nog altijd vooral om een luxe artikel als cultuur, vindt ik de cultuurwethouder. Nee, ik denk dat je moet investeren in cultuur en dat je dat moet blijven doen ook in de toekomst. Maar één ding is duidelijk, je moet eerst het geld verdienen om dat te kunnen doen. En als je dus in een huishouden begint, begin je ook eerst met de meest noodzakelijke dingen. Gaat het je beter, dan ga je een schilderij in de muur hangen en andere leuke dingen doen. We moeten eerst het geld verdienen, want zonder geld verdienen kunnen we niks betalen. Duidelijk. Maar Bruintjes van het Smellingenloons Museum is het net mooie minus.
Woldrachten groeien en harren inwenners een onaantrekkelijk wenklimaat bieden, maar dat theater om een bod en het museum tagelijk mooi groeien.